Ja, een hele goede avond. Het is donderdagavond, 1 april. It's game day. De Heek Royals tegen Aris Leeuwarden. En jullie horen het, de line-up wordt nu opgeroepen door de Boomdown, a.k.a. de Priest from de Heek. Dat zijn de heren van Aris Leeuwarden. Nou, zeker wel 2,5 uur gezeten om er daarna te komen. En nu komen de heren van de Heek Royals.
Dat is dan de line-up van de Hague Royals. Welkom iedereen op deze donderdagavond 1 april. En niet zomaar een donderdagavond. Het is de game tussen de Hague Royals en Aris Leeuwarden. En ja, goed. We zitten hier. Ik ben DJ Wixart, a.k.a. Funky Arnie. En ja, hij komt bijna aanschuiven. De Boomdown, a.k.a. The Priest from the Hague. En we hebben ook een gast erbij vandaag. En dat is Finn Rock. Daar straks natuurlijk meer over. We gaan straks wat meer vertellen over de game wat eraan zit te komen. Maar wat niet onbelangrijk is. En ja, toevallig kreeg ik die info vandaag op Facebook. Het is vandaag Witte Donderdag. En dat kreeg ik van een maat van mij op Facebook. Ferdinand Varenkamp, oftewel mijn Big Niffel, oftewel Biggie Fred. Voor de mensen die hem ook kennen. Hij speelt ook basketbal, dus ik kijk even. Ja toch, kijk, Finn gaat gelijk met yes, yes, yes man. Ja, dat is mijn Biggie neef. En hij liet mij weten via Facebook. Hij liet mij weten via Facebook dat vandaag Witte Donderdag is. En wat houdt het in? Dat is het laatste avondmaal van Jezus. Nou, dat vind ik even belangrijk om te zeggen. Want morgen is het vrijdag, Goede Vrijdag. En zondag en maandag is het eerste en tweede Paasdag. Yo, Boomdown, welkom, welkom. What up, what it do? Hey, en naast jou hebben wij een gastspreker. Dat is Finn Rock. Finn Rock in the building. What up? We zijn er. Yeah. I'm excited. Hey, nou, de eerste shout-out heb ik al gegeven aan mijn man Ferdinand Varenkamp, oftewel mijn Biggie Niffel. Ja, toch? Maar Fred, ik zag, Fred. Ja, Finn, je was al gelijk aan het schudden. Ja, man. Fred en ik, we gaan way back. Ja? Okay. En hij zal je altijd nog een verhaal vertellen over dat hij een keertje op, toevallig hier in Zuiderpark op het basketbalveldje, met slippers aan, met zijn team won van mijn team. Dus dat blijft hij nog steeds vertellen. Okay. Maar is het waar? It's true, man. Helaas. Pijnlijk. Zo ken ik hem ook, Maar hij doet heel veel met pantoffels, hè? Ja, ja, ook one and all? Nee, dat weet ik niet. Maar ze komen wat zachter aan, nee, dat is een grapje, hoor. Hey, maar Finn, welkom, man. Welkom bij de game. De Hague Royals tegen Aris Leeuwarden. Nou, voor de mensen die deze beste heer niet kennen. Hij komt uit de culture. Heeft veel te maken met videografie. Basketbal, hip-hop, maar ook een stukje sociale en maatschappelijke belangen als het gaat om de ondersteuning van de jeugd hier en jongeren in Den Haag. Zeg ik het goed? Ja, je zegt het zeker goed, man. Mag ik nog meer over je vertellen? Hey, dit vond ik een fantastische introductie, man. Je bent ingehuurd. Bro, ja? Ik heb nog nooit zo'n lauwe introductie gekregen. Ik vind het wel jammer, man. Je weet het. Hey, I like you a lot. Bro. Luister, oké, check. De Boomdown. Als je hem niet kent, hij is ooit begonnen hier in Den Haag, ging toen naar Amerika, maar hij heeft ook nog de catwalk gelopen in Milaan. Maak het maar goed. Maar luister dan, wat deze man ook nog kon doen, hij dacht namelijk echt dat hij kon preachen, maar dat doet hij nu als MC, de Boomdown in the house. Yeah. Ja, nou moeten wij dus werken aan een intro voor DJ Wixxer, the funkiest man on the planet. Thank you. En als je niet zijn livestream geniet, want ik doe dat dan wel eens tijdens een kooksessie, of soms is het heel laat. Ik eet soms laat, man, bro. Mm-hmm. Maar dan heeft hij dan vandaag de dag toch nog een beetje vissa die hij in je huis brengt. Klein beetje, maar ik doe ook wel foute muziek, als Spice Girls en zo. Nee, dat is helemaal niet waar, man, bro. Dat is, ja. Nee, maar je gooit die bangers, die echt die 90s bangers gooi je eruit. I like it, man. Van Mace tot Older the Bastard. Yeah, for real. Come on, man. We here, baby. Hey, we spelen vandaag tegen Aris Leeuwarden. En om wat facts mee te geven, we hebben natuurlijk al eerder gespeeld tegen Aris. Ja. Dat was toen op 3 oktober uit. Toen hebben we verloren met 81-63. Ja. 16 januari speelden we thuis met het verschil van 20 punten in de min. Oftewel 66-86 voor Aris. Ja. Maar, let op, 20 maart was er een game tussen Ball, ja. Basketball Academy, Limburg. Ja. Die heeft gewonnen met 91-69 tegen Aris. Mm-hmm. Wij hebben gewonnen van bal op 27 maart. 77-76. Mm-hmm. Wat betekent dat? Want Aris heeft als laatste wedstrijd gespeeld, gewonnen met 18 punten verschil tegen Almere Sailors. Wat gaat dit betekenen voor deze game? Man, that's a whole lot of calculations. I love numbers, maar, ja. I love dollars. Hij zit in als wiskundedocent. DJ Wixxer, ja. Los alle som op. Nou ja, weet je, als ik ga kijken naar deze cijfers, dan ga ik denken van, nou, weet je, we hebben best wel een kans om te winnen. Ja. Omdat we onze ballen hebben laten zien tegen bal. ja. Oké, okay. Nice. I like that. Dus ja, wat gaan we aan deze Leeuwen laten zien? Want zo, als we gaan kijken naar de tenues van Aris Leeuwarden. Hun icoon is een leeuw. Zijn ze rood? Ja. Dus dat klopt ergens niet. Redde leven, ja man. Hey, dikke shout-out naar Lou Kenner, die is in de livestream. En Maarten de Vuist, die heeft echt de coolste vraag van vandaag.
Die zegt, heeft iemand al durven vragen aan Aris hoeveel het kost om een wedstrijd te winnen? Oeh. Oeh, weet je wat? Maarten. En laten we gewoon naar die jump ball kijken. Let's play the game. Oké, Tim Trizo heeft de jump ball gewonnen. Erik Kibi in het veld. De Wieders Comellis zat te vlammen vorige wedstrijd. Laurens Ipperlaan en de bal gaat nu als laatste naar Piotr Pandura. Het lijkt wel alsof het zo afgesproken is. Starting 5, even met de paas afwerken. Ja. De drive gaat dus nu al. Oeh. Diepe bal. Iets te hoge alley-oop als je het mij vraagt. Voor Tim Trizo bedoeld. Maar misschien wou hij hem naar buiten swingen laatste moment. Ja, het was een beetje slippery bij zijn handen volgens mij. Ja, het was een moeilijke bal. Ja. Maar goed. Ik vraag me wel af, want het is natuurlijk weer een mooie thuiswedstrijd. Ja man, en de sfeer zit er goed in. En ik heb daar straks nog wel meer informatie over het verleden van Aris. Maar goed, dat moet niet het kost zijn van my man Comillis, want die heeft er ook gespeeld. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en dat was ook wel wat Maarten dus een beetje bedoelde van wat er vandaag in het nieuws rondging. Comillis heeft daar niks mee te maken gehad, zei hij verder. En alles zal zichzelf uitwijzen. Maar een beetje zuur mag wel voor de game. Dat is altijd wel goed. Een beetje fired up erin. That's right. Kibi daar in de post. Het is een strong move inside. Lot of contact en een goede finish. Ja, dat is Kibi hoor. Hij is. Oeh, die was wel heel makkelijk weggegeven. Dat is Kibi, hè? Kibi, je ziet het ook aan zijn fysiek. Daaraan zie je al natuurlijk al gauw. This man likes to get physical. Ja, ja, ja. Hij gebruikt er ook zijn kracht aan vaak. Hij is niet de hele lange speler. Nee, maar hij is wel de man met de meeste rebounds. Ja, ja man. Volgens mij in de league zelfs. Very wow. Nice. Prachtige paas, man. Ja, Laurens Ipperlaan, die verwacht hem daar al halfway. Ipperlaan die vorige game ook een geweldige wedstrijd speelde. Zo geweldig dat het toch eigenlijk weg werd gestuurd. Ja. Ja, het was gewoon all kinds of emotional. En dat is soms wel goed. Alleen dat kan je natuurlijk in de foul trouble dan wel snel brengen. Ja. Maar hij was in ieder geval heel goed in de game. Ja, hij speelde met heel veel passie en overgave. Ja. Oeh, hier. Dan heb je weer goed verdedigd. Ja. En dan gaan we nu fast break. Comellis ziet daar links. Oeh, was dat blind pass volgens mij? Ja, het leek alsof hij voor Kibi ging. Ja. Je hebt zelf ook in de league gespeeld. Ja, man. Voor de kijkers thuis, bij wie heb je allemaal gespeeld? In Nederland heb ik eigenlijk 3 jaar bij Rotterdam gespeeld en 2 jaar bij Leiden. Ja. Dus eigenlijk 5 laatste jaren van mijn carrière eigenlijk in Nederland gespeeld. Ja, want je bent begonnen in je basketbalcarrière als college dan? Ja, college. Op mijn 19e ging ik naar UNC Asheville. Ja. 4 jaar gespeeld. Toen een jaartje Frankrijk. 3 jaar België. Een jaartje Spanje, Griekenland. En toen Nederland. Top man, welke competitie vond je het leukst als basketballer? Ja, ik moet zeggen dat Amerika vond ik natuurlijk leuk. College is geweldig. Ja. Maar verder was de Belgische competitie, vond ik voor mij gewoon lekker. Ja? Weet je wel, gewoon hoor ik veel hoor ik vaker, ja. Ja. En we gaan ook volgend jaar Beneliga spelen, dus dat is wel heel vet. Schijnt ook dat ze daardoor het niveau een beetje omhoog willen trekken. Ja, ja. Ja, maar dat betekent wel heel veel tijd wat erin gaat steken, want je gaat heel veel reizen. Ja, dus klopt. Ja, weet je, het fysieke gezondheid en de, hoe zeg je dat, de uithoudingsvermogen en het energielevel moet dan behoorlijk omhoog gaan. Auw, mooie rebound van Laurens hoor. Pakt hem daarover Erik Kibi. Met Comillis aan de bal. Ja, ik denk belangrijk nu voor de Royals is dat ze even een goede aanval spelen. Ze hebben net toch wel 3 turnovers gehad. Goede putback nice, and one. Wauw. Tim Trizo. Dit is een jongen die is niet altijd even aan in de wedstrijd, om het even makkelijk te zeggen. Maar als deze gozer gaat, dan is hij echt fuego. Ja, en hij heeft echt een 1-2'tje hè, met Comillis. Klopt. Ja, hij is een hele lange guard eigenlijk. Maar ze laten hem hier vaak op de iets diepere positie spelen. Forwards en centers. En dat maakt hem dan gevaarlijk. Want dan is hij vaak te snel voor een center. Ja, het lijkt alsof Aris nog een beetje zoekende is in de offense. Nou, wat mij opvalt is dat nummer 14. Dat is Dimukpol. Volgens mij is het een Griekse naam. I don't know. Ja, ja, ja. Die gast is 2 meter 18 en is de center, maar hij speelt niet. Nee, maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Hè. Wij hebben ook Vincent Alkema nu niet spelen, Bart Beinsdorp. Ja, je kan ervoor kiezen. Ja. Ga je met lengte spelen of ga je met shooters spelen? Je kan natuurlijk het spelletje snel houden.
Ja, welke posities speelde jij veel, Vincent? Ik speelde point guard. Ik had even een kriebeltje. No worries, you good, you good. Ik heb water gekregen, dus... Want voor het Nederlands team speelde je ook als point guard? Wauw. Klopt. Oh, weer hoor. Heel mooi, je hebt het goed gezegd inderdaad, Wixer. Die 1-2? Die 1-2 tussen Koumelis en Tim is heel, heel nasty. Ja, die is echt tight. Ja, dat is echt snelheid en lengte natuurlijk. Want Koumelis is hartstikke snel, maar Tim zelf ook wel heel snel. Maar dat is ook iets wat zich de laatste paar wedstrijden heeft ontwikkeld, hè? Ja. Ja, Tim Trussel die daar eventjes wacht op het spelletje. De Vides die daar de bal eist. Wauw, blind pass daar. Ziet Kibi niet naast hem helaas. Maar goed, de punten zijn goed. Mooie hoek. Ik merk wel dat deze twee heren echt op elkaar zijn ingespeeld. Koumelis en Trussel. Ik weet niet wat er is gebeurd de laatste paar wedstrijden. Maar die twee hebben elkaar zo erg gevonden. Dat het eigenlijk, ja, weet je, voor 99% gewoon helemaal goed gaat. En ondertussen is Finn eigenlijk even opgestapt. Omdat het te veel begon te kriebelen bij hem. Ja. Nu vraag ik me af, was het nou je keel die aan het kriebelen was, bro, of je handen? Ik praat zoveel de laatste dagen. Vandaag heb ik met workshops en jongeren en weet ik veel. Mijn stem raakt gewoon op, denk ik. Ik voel je, man. Ik word een dagje ouder. Hé, maar weer die, was weer die 1-2 waar je het net over had. Ja, man. Die goede pass inside. Ja, en hij staat nu dus ook op 9 punten daarmee. Wat vind jij trouwens van de basketbal hier in Nederland? Heel eerlijk. Op dit moment kan het veel beter. Het moet veel beter. En op basis waarvan is dat? Nou, ik denk dat wij een aantal goede topteams hebben, zeg maar. Maar die aansluiting, dat verschil met de middenmoot en de lagere teams, die moet echt wat kleiner worden. Om die level een beetje omhoog te krijgen. Dat klopt. En dat is ook wel geweest door in Nederland. Ik denk dat... Dat hele coronagedoe gewoon een beetje alles lastiger heeft gemaakt. Nou, ik kan me nog zelf erg goed heugen dat op een gegeven moment, eind jaren 90, begin 2000, toen was volgens mij Basel best wel op zijn hoogtepunt in Nederland. Ja. En toen werd het eigenlijk een beetje minder halverwege 2000. Zeg ik het verkeerd? Hoe zie jij het? Ja, je hebt de ups en downs, die waves eigenlijk. Je hebt teams die... heel veel budget hebben, maar dat het er misschien net even niet uitkomt. En je hebt ook teams die heel weinig budget hebben en dat het gewoon lekker loopt. Maar het probleem blijft toch wel een klein beetje budget en continuïteit. Ja, nou, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik vind ook dat basketbal veel groter mag zijn hier in Nederland. Nu dat Tim Trussel aan de bal heeft en helaas, het lukt hem niet voor die lay-up. Aris aan de bal. Ja, Aris spelend met heel veel jonge talenten. Ja, klopt er zeker. En ook heel veel Vlaamse talenten. Want ik heb eens gekeken naar naar de spelers die ze hebben. Er komt 1 kerel uit Amerika. Dan hebben we 2 Belgen. Er zit een Griek in. En 7 gasten uit Nederland. Waarvan de coach dan ook nog uit België komt. Dus misschien is het gewoon een Vlaams potje. Ja, een Vlaams potje. Nou, ook met een Nederlands tintje zeker. Björn de Vries, nummer 10 van Aris, komt in de game. Heeft met 3-3 basketbal echt naam gemaakt. En heeft echt vooruitgang geboekt. Ja. In dat 3-3. En dat zie je ook echt wel op het normale basketbalveld terug. Ja, dat klopt er zeker. En over 3-3 gesproken trouwens. Het Nederlands team van 3-3 die heeft gewonnen. En daar komt ook... nu ben ik zijn naam vergeten. Hij speelde ook in Leiden, Rotterdam. Hij Arvin heeft... Slachter. Juist. Slachter. Ja, shout-out naar Arvin Slachter, man. Shout-out. Hij was MVP van het toernooi, van die World Tour. Ja. Dat heb ik gelezen. Ik zag het op LinkedIn voorbij komen. En ik ken hem zelf nog van de basketbalvelden. Ja. En ik vond hem toen al een goede speler. En ik, ja, nog steeds. Ja, hij is een baller. Ja. Hij komt uit Voorburg, meen ik? Den Haag, Voorburg? Rijswijk. Rijswijk is het. Ja, oh, ja. Ja. Maar ja, we zeggen gewoon Den Haag, hè? Ja, ja, ja. Hij komt uit Den Haag, klaar. Arf, je komt uit Den Haag, je hebt het gehoord. Shout-out aan hem, man. En felicitaties, hè, vanuit ons. Je weet zelf. Sowieso, man. Hey, en thanks voor iedereen die live mee zit te kijken. Alle feedback doen we wat mee. En inderdaad, Roeland, je had een goed punt over de camera's. Dus ik heb het even meegegeven aan het camerateam. Vandaar dat ik even weg was. Ik zie een opmerking van Danielle. Maar er staan geen microfonen bij het veld. Klopt. Dus helaas kan ik je dat niet meegeven. Maar je kan wel het geluid lekker uitzetten. Ja, maar ik kan je wel meenemen in het spel. Want de coach van Aris is niet zo heel blij. Oeh. Ik ga rebound. Die daar voor 3 probeert te gaan. Pressure nu van Tim. Leek inderdaad alsof de fout daar gemaakt ging worden. Het leek.
Piotr die daar niet bij kon benen. Ja, hij ziet er ook erg moe uit, hoor. Piotr? Ja, Piotr Pandura, nummer 22 van ons. En je weet hoe dat is, hè, dat als iemand moe wordt, dan wordt het iets slordiger. Hij moest echt aankaarten om daar bij te benen. Bij te benen, excuse me. Oké, 3 punten nu van Aris. Rebound daar voor Erik Kieber. Erik Kiebi, excuse me. Hij komt niet zo gemakkelijk goed uit je woorden vandaag, man. Kieber, ja, misschien is het gewoon zoek ik naar nieuwe bijnamen. Erik Kieber. Koumeli is daar, de 1-2 is er weer. Hij vindt hem ook. Weer gevonden. Baby hoeft geen daar. Scoren. Niet gelukt, helaas. Jammer. Deze gaat er net uit, maar toch echt een goede aanval weer. Zeker, zeker. Ik zie dat Bijnsdorp klaar gaat zitten om erin te komen. Oeh, mooi zeg. Ik heb die helaas gemist. Iperlaan die sprong voor de paas. En nu is dus Royals bal. Ik zie wel heel veel groei aan de kant van Royals, hoor. De laatste games. Ja, maar de ontwikkeling is gewoon geweldig. Ja, de speler was een beetje afgeleid van de tafel. Die kwam daar met een geluid. Kijken, ik dacht dat het een 24-second violation was, shot clock violation, maar... Maar dat zou niet kunnen natuurlijk. Wacht even wat de beslissing is. Ondertussen wordt er gewisseld aan de kant van Aris en bij de Hague Royals. Ja. Tim Purcell gaat zitten en die maakt plaats voor Mr. Bijnsdorp. Ja, sir. 11 tegen 2. Aris heeft nog niet het spel kunnen vinden. Die mogen ze ook niet vinden van mij. Hij moet wel competitief blijven, uiteraard. Ja, maar misschien onder een tapijtje of zo. Dat doen we natuurlijk als een paasei ja. Zoeken. Nou ja, misschien in het bos hier, zo'n zuidenpark. Weet je. Ja, Kiebi die zit nog in de game. Tim Trussel is nu de leider in de rebound. Die heeft 9 punten en 5 rebounds. Dus dat is wel hartstikke mooi al. En ondertussen zitten we met 134 kijkers op YouTube. Weet je, sharing is caring, dus deel het met iedereen. En ik wil natuurlijk ook heel graag weten, zoals bij elke game, hoe zit je erbij? Zak je chips op de bank, op de toilet, in de keuken, in de badkamer of met z'n tweetjes in bed? I don't know, let us know. Ja, sommige details hoef ik niet te weten, hoor. Nee, ik ook niet. Wacht even, daar ben jij zelf mee begonnen met je details. Kom maar, gewoon voordat we live waren. Of waren we toen ook live? Bijnsdorp met de screen. Mooie actie. En Koumelis heeft wel laten zien in de laatste games dat zijn schotpercentage wel daar is. Dus dat risico kan hij wel nemen. Zo had hij de game winner de laatste wedstrijd. Dat is lekker. Oh, maar hij is wel lekker bezig, hoor. Laurens is sneaky, hoor, vandaag. I like him. Ja, nu ook de lange man van Aris al een tijd in het veld. En die heeft dan nog geen punten gevonden. Die Makapoel. Hij laat wel zien dat hij een elleboog heeft. Ja, zeker. En wat zou jij aanraden, Vinrock, als jij nu de coach van Aris was? Wat zou je die jongens meegeven? Lastig eigenlijk, want ik zie dat Aris gewoon totaal niet in het spel is. En ze zijn, met een klein team eigenlijk aan het spelen geweest vanaf het begin. Nu de lange man, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat hij kan. Ja, ja, dat is een center, die heeft vorige wedstrijd best wel laatst. Mooie drive wel, hoor. De center heeft vorige keer wedstrijden best wel wat laten zien. Maar ik moet zeggen, ze waren te veel aan het bouwen op de center. Ja. Dus ja, hij is er nu in, dus you never know. Maar nummer 7 is daar. Hij krijgt nu ook de bal. We gaan kijken. Kan die iets forceren voor Aris? Knap wel van Bart hoe hij dit late call daar. Ik denk dat de scheids even wel kijken of hij erin ging of niet. Interessante keuze. Maar dit zijn wel eigenlijk de dingen die je wilt doen als je inside gaat naar een big man. Het is niet altijd te scoren, maar het is wel van die fouten uitlokken en die verdediging laten werken. Laten vechten ervoor. Nou, zoals ik al zei, de center, dat is de Griek Dimakopoulos, is 2 meter 18. En onze center is Vincent Alkmaar met 2 meter 16. Bijnsdorp is, meen ik, 2 meter 8. Eindbaas. Eindbaas. Je bent inderdaad een eindbaas, man, bro. Wie het wil weten, lees even de comments. Eindbaas is de man, joh. Ready. Hoge vrije worp heeft hij. Daar de unlucky bounce. 13 tegen 2. Hey, en Die Poke World zegt shout-out naar Vinny. Groetjes van Dion. Yeah. Oh, shit. Met deze score groetjes terug. Hey. Ik vind dat Koumelis echt zijn ding doet, man. Hij is echt een floor leader. Ja, zeker. Hey,
maakt deze score, maar deelt ook genoeg passes uit. Ja, wat interessant is dat ze de big man vrij hoog aanspelen, nu dus wel naar binnen gaat. Ik heb even een vraag aan jou, Boomdown. Ja. Nummer 7 van Aris Leeuwarden. Ja. Hoe zou jij zijn naam uitspreken? Hoeve? Nee, man. Ho even. Tim, ho even. Sorry, man. Ik sta er niet achter, dames en heren. Ik sta daar niet achter. Nee, maar je zit er wel naast. Alrighty. Kijk, je moet die vrijworpen er toch eigenlijk wel een beetje gaan ingooien als je die bal daar krijgt en die fout uitlokt. Wij vinden het niet erg. Ja. Nou, voorlopig Bart Beinsdorp dus wel inderdaad 2 fouten en dus nu 1 punt daardoor. Deze laatste drive was ook wel kantje boord in een offensive foul. Want hij ging echt wel ook zijn body erin duwen. Daar moet ze natuurlijk wel voor oppassen. En my man Barry Fuego in the house neemt de plaats in voor Mr. Kibi. En ook Tim Tersel is weer terug in het spel. En Beinsdorp is weer gaan zitten. Ja, en het grappige is dat eigenlijk is Erik Kibi onze captain. Maar de laatste wedstrijd is Koemel is echt aan het shinen. En wat jij heel goed zei inderdaad, Vinrock, hij is de floor leader. Hij is aanwezig, hij zegt wat het moet gebeuren. Fuego daar net iets te kort. Charity is in the house. Goedenavond. Ik hoop dat alles goed is. Oeh, dat was nice. Wow, acrobaat Barry Fuego. Van zijn voet in de lucht toch nog terug naar binnen. Ja, hey, die move net, man, van nummer 5, Cedric de Dekker. Ja. Was nice. Ja, was dope. Ik heb hem een keer zien spelen tegen Den Bosch en toen kwam hij ook van de bank. Ja. Toen deed die man echt zijn ding. Ik kende hem nog niet zo heel goed. Ja. Maar hij durft wel. Je zegt, je kende hem toen nog niet zo goed. Ken je veel spelers op dit moment die überhaupt in de DBL? Nou, ik weet wel wat een behoorlijk aantal spelers kan. En wat hun ding is. Maar hoe ze deze competitie spelen, hey, dit is een 3-man blok. Klep, 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 ja, klep, klep. Weet je, dat 3-man krijgt op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, hey bro, neem jij hem, blok hem. Ja, dat sowieso. Ja, de communicatie miste daar een klein beetje. Het is sowieso tegen de coronaregels om zo met z'n allen zo op elkaar. Ja, maar ze zijn allemaal getest, man. Okay, cool. It's all good. Oh, die van de volk is in de house. Wat heb je gemist is 15-3. Guy, leuk dat je er weer bij bent, man. Hey, Guy is echt actief op de chat, man. Ja, sowieso, man. Guy is altijd in de house. Echt tof. En dat is ook wel tof. Vorige keer hadden we ook echt een dikke community in de chat van mensen die met elkaar kletsen, niet eens met ons. En ik hou wel van de informatie van de eindbaas. Ja, zoals ik al zei. Dan. Sommige mensen krijgen misschien gelijk honger. Ik niet in ieder geval, hoor. Ik niet. Alright, Casey Loops is nu in de house voor de Vidas Comellis. En dit is dus interessant, want nu is Jens de Velde, Barry Fuego, Casey loopt in het veld. Piotr, die wel begonnen is, en Tim ook. Maar dus geen captain of andere floor leader. Dus ik ben benieuwd wie nu een beetje de charge gaat nemen in het spel. Heb jij nu het gevoel dat er veel schutters in het spel zitten van de Hague Royals? Ja, nee. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ze willen swingen. Want nu draaien ze dus naar Piotr uit. Yeah. Ah, mooi gespeeld. En eigenlijk ook een hele goede paas gelijk van Casey. Zeker. Gewoon 2 man op hem. Paas naar buiten. Easy shot. Ja, dus dat is mooi als je zo begint. Je komt van de bank en je maakt gelijk een contribution. Dat is moeilijk. Hij is gelijk in de wedstrijd. Dus dat is wel heel belangrijk om te weten. 17-4. Wij hebben nog niet zo'n lead gehad in de eerste kwart. Nee. Nee, maar... Ik ben er. Ja, zeker. De overwinningen die we hebben, ik wil ze wel een klein beetje geven. Dus alvast... Kevin Ramos, dikke shout-out naar jou, homie. Want toen jij kwam, hebben we toen gewonnen. En Eva Voortman, toen ze in de laatste 2 minuten erbij kwam. Dikke shout-out naar jullie 2 alvast. Hé, hey, maar dan is het lat wel hoog voor Finn. Ja, man. Oké, okay, nou ja. Ik doe mijn best. Yo, the needs of cheerleaders, man. Parbo's in the house. Was een dope nonchalante lay-up. Wou alleen helaas net niet lukken. What up, Parbo? Parbo, Lego Royals, man. Parbo van Skofniks. Ja, man. That's the homie right there. Dikke shout-out naar jou, man. En ook deze ging er niet in voor Aris Leeuwarden. Dat was de eerste kwart. 17-4. Heren.
lekker eerste kwart. Ja man, sowieso man, sowieso. Je ziet dat Ares heel moeilijk in het spel kwam. Ze hebben natuurlijk wel met die foul trouble behoorlijk wat punten gemist. Anders zou het er echt wel anders uitkomen te zien. Volgens mij wel 17 tegen 8, mocht je er 90% raken. Maar daar mis je dus je kansen dan. Waar we het eerder over hadden is, welk spel wil je op gaan spelen? Wil je de shooters gaan aanspelen? Wil je de big man aan blijven spelen? Het lijkt dat Ares daar nog niet een duidelijke keuze in heeft gemaakt. Maar dat kan natuurlijk helemaal aan onze defense liggen. Maybe we have just shut him down. I don't know. Ja, ik zie nog niet echt die balans bij Ares tevoorschijn komen. Bij de Hague Royals zie je die rust. De extra paas in het begin, de 3 turnovers. Dat was een beetje jammer. Maar daarna gelijk herpakt. Nou ja, weet je, en ik moet ook heel erg zeggen, als ik ga kijken naar de cijfers, de tussenstand op dit moment. Dan staat Ares op nummer 10 en de Hague Royals op nummer 11. En dan in de league zelf is ook weer op 4 Ares en op 5 de Hague Royals. Ja. Dus we volgen elkaar wel behoorlijk. Maar als we nu gaan kijken naar de tussenstand en de wijze van spelen, het spel zelf. Ja, shout-out naar mijn guys van de Hague Royals, hoor. Sowieso, man. Sowieso. Dikke shout-out voor iedereen on the field. Vandaag zie je dus die shift heel duidelijk. Kibi is wat minder in het veld. Tim Trussell heeft dus die 1-2 gevonden daar met Koumelis. Koumelis die nu dus niet zoveel aan het scoren is. Want ik denk dat de vorige wedstrijd hij een soort van Mamba-mentality had. Hè? Dat als niemand raakt, dan ga ik maar blijven scoren. En dan kom je aan 42 punten. True. True. Hey, trouwens, vergeet niet, hè. Quarter 2, we beginnen er altijd een beetje te kijken naar de shoe game. Ja, man. Don't forget that. Ja, sowieso. Koumelis heeft dus 2 wedstrijden geleden groen-gele sneakers gehaald. Ik weet niet of het betekent dat hij dus bij de Royals wil blijven spelen. Want met hoe hij nu speelt, de hele league zit natuurlijk achter hem aan. Hè? Ja, maar ik denk dat hij ook iets wat afgeven aan de gasten van Ares Leeuwarden. Want daar heeft hij gespeeld. Toen is hij een tijdje weg geweest uit Nederland. Maar hij wilde graag weer terug naar Nederland en is bij ons gekomen. Ja, man. So. Ja, het is een beetje een mental warfare. Ik zie daar Jens de Velde heeft nieuwe sneakers. Van deze afstand kan ik niet heel goed zien welke het zijn. Dus ik ga straks even kijken beneden. Maar voorlopig moet ik hem daar al zijn props voor geven. En als jij met pink durft te spelen of gewoon überhaupt durft te rocken, dan vind ik je sowieso een baas. Shout-out naar Cameron. Wow! Debo. Nakimi Hawk. Die daar eens even zegt, nah, player. Give me that. Give me that ball. Ja, ik wil trouwens alvast excuseren dat als we weer te enthousiast worden, dan moet je echt zelf het geluid zachter doen bij jezelf. Anders gaat de speakers een beetje kapot wellicht. Hè? Of je oordopjes. Ja, bless up naar Parbo Bieren, die zegt ook what it do, Vinrock. Wow! Hey. Ja, ik ben wel fan geworden van Kibi. Hij heeft een hele platte jumper. Als hij er niet lekker in zit, dan is het ook wel moeilijk te rebounden. Maar het is best wel een steady shot. Ik zag hem nu net ook warm schieten. En dat zag er wel goed uit vandaag. Je zou zeggen, wat een mismatch. Maar kijk eens even. Jeetje. Mooi uitverdedigd hoor, van Kibi. Hustle defense. Ja man. Mooie timing ook. Ze hebben de defense game wel een stuk beter. Nice, nice van Casey. Goeie pass. En een onsportieve fout. Ja, hij kon hem nog 1 keer doorswingen, Kibi. Jens de Velde stond bovenaan. Ik denk niet dat Kibi dat door had. En daar komt dan weer een beetje die battle of leadership. Hè? De laatste games zie ik dat een beetje gebeuren. Wordt het Kibi? Wordt het Koumelis? Dat is even een interessante vraag. Vooral voor het team zelf. Schip heeft meestal 1 kapitein. En kan natuurlijk wel goed varen met een 2e kapitein. Obviously, dat zie je nu ook deze game. Maar moet natuurlijk niet ervoor gaan zorgen dat we daar onrust krijgen. Nee, het moet geen onderlinge strijd zijn. Maar ik denk, zoals het er nu naar uitziet, gaat het gewoon helemaal goed. Shout-out naar EJ Basketball. Zet €100 op de winst van Ares. Oeh, als je dat nu doet. 19 tegen 4? Too soon. I don't know about them Koreans, maar... Hey, maar je mag zeggen wat je wil, hè. Maar het geeft in ieder geval aan dat we ook internationally known. Sowieso. Ik was verbaasd over de getallen waarin men wed op basketbalwedstrijden. Dat is meer dan de salarissen. Ja, dat sowieso, ja. You got to learn from them. Mooie paas, goeie paas. Woehoe. Wat een drive naar binnen. Moeilijke paas daar, maar gelukkig wel gelukt. They got pressure. Ares Leeuwarden. Ja, dat is ook misschien even de tactiek, hè. Laten we iets meer pressure opvoeren.
loopt hij daar met zijn handles even de bal gaat vrij krijgen. Mooie stuiterpaas naar Kiwi, die zag het net niet aankomen. We moeten niet slordig gaan worden, mannen. Met 8 minuten 15 op de klok. Maar dat was een slimme techniek van Casey. Hij weet natuurlijk dat er een onwijze mismatch was daar in de lengte. Oh. Oei. En dat is toch weer die tweede backdoor pass. Ja, man. Net Sjoerd Koopmans met de score. Nu is het Cedric de Dekker. Klopt. Dus misschien net iets minder overspelen. En tenminste overspelen in de defense, zeg maar. Ja. En wat safer zijn. Klopt. Ben je meer fan van man-to-man defense ook? Ik hou van man-to-man defense. Ja. Dus man up, battle. Zorg dat hij en buiten de bal niet krijgt. Maar zeker niet ook daar binnen in die backdoor voor een layup. Ja, want Casey liet hem gaan natuurlijk hopende op wat help die. Ja, Barry stond dus niet op plek. En moest dus heel ver erin springen. Ja, je wil... Er wordt gediscussieerd. De layup was raak. Dus het is een bonus. 1 vrije worp, that's it. That's all he gets. Ja. Ik dacht, die rare praktijken begonnen alweer. Show me the money. Where's the money? Ik bedoelde het helemaal niet zo. Oh. Where's the suitcase? Where's the suitcase, man? Where's the big bag? Show me the big bag! Ja, yeah, we're having fun over here. Ik hoop dat jullie thuis ook naar je zin hebben. Ik zie Jacqueline Bijnsdorp zegt dat ze met de Jack Russell aan het kijken is. Shout-out naar je doggo dan, man. Met Jack Daniels aan het kijken, oké. Okay. Je hoort alleen Jack. Nou, maar de bal wordt goed doorgegeven. Bart Bijnsdorp in de house daar, top of the three. Wordt goed bewogen, man. Comelli zocht hem daar ook op. Bijnsdorp weer voor de screen. Ze blijven daar nu voor dezelfde play gaan. Lukt dus niet. Kiwi die daar nu de lead even neemt. Mooi, goed gedaan. Je hebt gelijk bij die jumper, man. Een beetje strak, maar... Zij toch? Ja, on point. Noella, Lisbouw. Shout-out to Winrock from the Twins en Jackie. Yeah, yeah. Groetjes terug. Shout-out back. Ja, dikke shout-out naar Alex Maveek. Royals on fire. Inderdaad, man, bro. Je ziet het. Oeh. En ook gewoon een klein beetje pech. Schotpercentage is gewoon een klein beetje pech nu van Ares kant. Hey, wow. What a play. Bart Bijnsdorp met de hand switch. Die was wel heel mooi hoor. Rechts dreigen. Heel makkelijk afmaken op links. Ja, scherpe paas van Kibi was het. Ja, een beetje snel geven lijkt wel. Ik vond het niet al te veel contact van Bart Bijnsdorp. Hé, maar Vin, speel jij nog veel basketbal? Ja, ongeveer nooit. Kom man. Nee, ik heb de laatste tijden is het echt alleen met de kids een balletje gooien. Mm-hmm. Heel die coronacrisis heeft er wel een beetje aan bijgedragen dat ik zo weinig basketbal. Ja. Weet je, we mochten niet eens de pleintjes meer op. En dat was toch wel een beetje mijn ding. Mm-hmm. Dus hopelijk binnenkort weer een beetje een balletje gooien. En waar kunnen ze je vinden op welk court? Weet je, ik weet niet wie er allemaal meeluistert, dus ik ga niet zomaar zeggen waar ik te vinden ben. Maar spoorcourt, zeker weten, spoorcourt, starcourt, die twee veldjes kan je me vinden. Ja toch. En volgens mij zie ik Laura B. in de house. Go Royals. Als het de Laura B. is die ik denk dat het is, dan is het een hele dikke shout-out en een kus naar jou. Because that's the lady right there. Noella zegt Lisboa. Sorry. Excuse me. Yeah. The Lisboa girls. Camille is aan de bal. Wat gaat hij doen? Hij doet een pass naar... Oeh, Jens Velde. Die daar. En Tim Verzel de rebound. Oeh, die werd mooi van achteren geblokt. Tim net iets te nonchalant daar in de basket. Ik ben altijd fan van de big guys om het beneden dunkend af te maken. Dat ligt gewoon percentueel net wat hoger. Ho, even. Ja, te weinig backspin op die bal. Konden ze de ring niet vinden. Casey die daar mooi naar binnen komt. En Trussel het nu wel afmaakt. Zijn schoen gaat uit. Nou, dan kunnen we het niet meer over zijn shoe game hebben, want die gaat gelijk afvallen. We kunnen gelijk checken wat voor sokken die aan heeft. Dat had ik laatst. Moest ik bij iemand mijn schoenen uitdoen. Leeuw maar. Ik blijf wel buiten wachten. Het spijt me bro, maar ik had gewoon gaten in mijn sokken. Ik heb sokken cabrio. Saks met airco. Ik ga stuk.
Hey, maar wat vind je van de schoenen van Aris kan dan? Ik ga niet liegen voor je, man, bro. Die shoe game is niet zo on point. Het is gewoon plain. Ja, ja, weet je, het moet gewoon gezegd worden. Ik zie één guy daar op de bank ook zitten. Dat is een model die ik sowieso haat, de Cortez. I'm really not feeling the shoe. I've never felt the shoe. Ik hoop niet dat hij daar in Bali, want man. Dan heeft hij echt hele dikke enkels, denk ik. Oké, de big guy, okay. Mooie 2 punten. Een rare move, maar raak. Ja. Ja, het gaat ook om de punten, hè. Dat hebben ze nodig. Met 25 tegen 13 voor de Hague Royals. En als we kijken wie de lead is in de scorebond, is dat nummer 11, Trussell. Onze Tim. Ja, klopt. Dat was natuurlijk mede door die eerste 9 punten die hij samen met Comellis opzocht. Comellis had daar een paar keer de assist ook heel mooi in. Ja. Nu zijn we even een beetje blijven haken. Het lijkt wel doordat Aris tempo een beetje heeft opgevoerd, zo dus ook 13 punten heeft gemaakt. Ja, maar ze hebben ook de big guy erin gezet. Ja. En nou, ik weet niet of dat nou... mooie paas wel hoor, daar. Ja, dat was jammer, want Jens liep weer achter hem vrij en dat zagen ze dus niet. Oh ja, oh Jens, oh come on. Ik hou daarvan, weet je. Beetje nee, physical real worden. Nee, maar weet je, het is, ik hou ervan als je fysiek niet zo heel groot bent, niet zo sterk bent, maar wel durft. Ja. Weet je, daar heb ik echt heel veel respect voor. Dat geldt ook voor Van der Salm. Is ook geen grote speler. Maar als hij gewoon zijn ballen laat zien in de defense. Ja, weet je, ik heel veel props, man. Echt waar. En dat laat hij nu ook zien. Kijk eens, gaat hij Van der Salm nummer 9 van de Hague Royals tegen de nummer 5. En is dat de dekker? Gaat hij daar voor de 3? Heel gedurfd. Dat zou echt de bom zijn, inderdaad. Er zit iets meer power en snelheid bij de gast van Aris Leeuwarden. 25-15. Daar de slip-up helaas. Daar maakt Comellis ook gebruik van nu. Erik daar met die platte 2. Dit keer komt hij dus tekort. Want daar hadden ze echt even moeten capitalizen. Want dat zou het 4-5 zijn. In het voordeel uiteraard voor de Royals. Helaas niet gelukt, helaas. Guy van de Kolk, sorry, ik wou van de Volk zeggen. Je zei dat het de Cosmic Unities was. Ik kan het ook moeilijk zien vanaf hier. Maar we gaan zo even checken, man. Vier minuten 46 te spelen, 25 tegen 15. Die Hague Royals tegen Aris Leeuwarden. En dan hebben we natuurlijk vandaag de gast MC Vincent Krieger. Basketball legend. Niet alleen in Nederland, maar dat is gewoon wereldwijd gespeeld. En dan uiteraard, my partner in crime is DJ Wixxerd, a.k.a. Funky Arnie. Naast mij nog steeds de Boomdown, a.k.a. The Priest from The Hague. En we zitten hier nog steeds bij die game van The Hague Royals tegen Aris Leeuwarden. Het is een time-out, 4 minuten 46 in de game. Als ik nu kijk naar hoe het spelletje gespeeld wordt, ja, dan merk ik gewoon wel echt dat Aris er alles aan doet om weer in de game te komen. En ja, weet je, dat is alleen maar goed. En dat ja, dan moeten ze ook vooral laten zien dat ze terug kunnen komen. Ja. Ja, de Vries heeft wel 5 punten daar in de lead. Ik ben benieuwd eventjes met de FIBA live stats. Ja, wat dat zegt. Kan jij dat even checken hoe dat eruit ziet, de live stats? Ja, want daar zien we natuurlijk ook gewoon de rebounds. Want misschien zijn er wel verdedigend best wel goede momenten gemaakt van Leeuwarden. Sowieso die pressure, die was hartstikke goed te zien, on court. Ja. Maar dat zie je vaak dan niet in de statistieken terug, hè? En we gaan het spel weer hervatten. Ondertussen gaat Aris wel het veld in en de Hague Royals die komen eraan. Ik ben toch wel erg benieuwd wat de coach heeft gezegd aan de kant van Aris. Ja. Want ze zijn allebei, zowel de coach als de assistant coach, zijn erg gespannen. Ja, de Vries heeft dus 5 rebounds en 5 punten. Dat is alsof wel nice. Maar verder nog weinig scores aan de kant van Aris. We zullen kijken hoe ze dat gaan terugbrengen. Pigman die steeds voor de 3 gaat, dat is wel heel gevaarlijk. Ik weet niet hoe goed zijn schot is. Maar ik snap niet waarom hij gewoon voor de drive gaat. Ondertussen heeft Kieber de bal. Pandora de bal, Trussell. Want het lijkt alsof Comellis. Alsof ze niet verdedigen. Misschien weten ze wel dat er weinig schotpercentage is. Tim, dus mooie rebound daar. Comellis die heeft hem wel eens van daar erin geknald. Gaat dus nu drijven. Paast hem heel moeilijk terug naar Tim. Maar het lukt. Kiwi daar voor de rebound. Tim die ermee eindigt. Oh, chips. 2 punten maakt. Hartstikke mooi. Eigen offensive rebound. Ja, man. En dat zeg ik dus, hè. Als Tim aan is, dan loopt hij ook goed, hoor.
Oké, okay, Davidis Koumel is daar. Bal opbrengende. Piotr Pandura aan het veld. Erik Kibi. Rick van der Zalm en Tim Trussel. Oké, okay, de kick-out naar Piotr. Maar we hebben de rebound, Nee, nee. Dat is dus weer de Vries voor de rebound. Dan zou hij nu op 6 uitkomen. Met 5 punten, dat is hartstikke mooi. Kibi daar, met de steal. Gaat hij het alleen afmaken? Oh, dat was jammer zeg. Als hij daar even de 1-2 met Rick van der Zalm opzocht. Nou, hij zocht het volgens mij wel op, maar volgens mij raakte de bal... Ja, maar hij dribbelde ook naar hem toe. Ja. Basketball 101, zou je zeggen. Hou het spel breed. Kom Willis, wat ben je aan het doen? Pandura heeft toch de bal weer terug. Dan is de verdediger geforceerd om in het midden te blijven. Tim, wat gaat Tim doen? En nu is daar dus net niet goed genoeg gebruik van gemaakt. We moeten niet te slordig zijn in de game. Ja, 27 tegen 15. Aris is goed ingelopen. Ja, maar komt het toch omdat 1... Aris bezig is met een pressure in de game en ze hebben de center erin gezet. Ja, je ziet gewoon meer beweging. Die bal swingt wat lekkerder. Ja. En ze krijgen wat meer openingen. Zoals we eerder hebben gezien. Zodra ze die big man opzochten in de post, was die niet te stoppen. Hoe je het went of keert. Moet je die looks op gaan zoeken. Ik zie ondertussen dat Iperlaan al klaar zit om erin te gaan. En je ziet dat wij nu heel erg zoekende zijn. We zitten het schot op te zoeken. Percentage is er echt niet vandaag. Nee, maar weet je, ik denk dat we een soort van bang zijn geworden omdat er ineens iemand staat van 2 meter, wat is het, 18, ja, zoals ik net zei. Hij is heel erg aanwezig. Ja. Heel erg, dat klopt. Maar supergoed wil ik hem nou ook weer niet zeggen. Ik bedoel, niet lullig bedoeld. Nou ja, je merkt dat hij gewoon... Hij maakt drietjes, of hij wil drietjes maken. Nee, maar in de verdediging merk je dat hij heel erg aanwezig is. True. Het stopt zeker de drives naar binnen toe. Maar aanvallend? Aanvallend zou ik meer van hem willen zien, dat klopt. Maar ook echt meer bij de bucket. Oké. Mooie floater daar van Koumelis. Timeout daar zo. En we zullen eventjes met 29 tegen 15 een minuutje timeout nemen. Ja, ik vond het goed uitzien. 13 punten voor Tim Trussel. Kibi nu voor 6. Dus de verdeling is er in ieder geval een klein beetje meer. Koumelis nog maar met 4. Vorige wedstrijd 42, als ik het goed zeg. Ja, en ik had eigenlijk gedacht dat Hoeven, nummer 7 van Aris Leeuwarden, zou komen met 3 fouten, maar zeker wel met 3 punten. Want hij is wel heel erg aanwezig in de game. Ja. Dus ik had eigenlijk verwacht dat hij in ieder geval een punt zou scoren, maar hij heeft niet gescoord. En dat valt mij wel gelijk heel even op. Ja. De Dekker speelt een goede game. De Vries ook, nummer 10, met 5 punten in de lead. Dan hebben we 2 heren, zoals ik zei, de Dekker... En dat is, de center, Dima Kopo. Ja, ik ben niet heel goed in namen. Anyway, allebei 3 punten. En dan hebben we Brandsma op 15 en op 6 Koopmans met beide 2 punten gescoord voor Aris Leeuwarden. Ja, shout-out in ieder geval naar iedereen die aan het kijken is. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben. Wij willen het hier gezelliger maken. Rechts van mij is Winrock, a.k.a. Vincent Krieger. Dat is de gewone naam, dat is helemaal geen a.k.a. En links van mij DJ Wixer, Funky Arnie. Vindrok, maar zijn echte naam? Zijn echte naam is gewoon Vincent Theodorus Gregory Krieger. Hey, is een totaliteit. Go. Je weet zelf. Maar je kan gewoon zeggen Vinnie. Ik weet ook niet hoe lang ik nog Vindrok genoemd kan worden. Ik ga nu richting de 50. Vin Mountain. Helliet is in de game. Shout out naar jou. Wow. Maar ze hebben toch weer de rebound, Aris. Ja, zonde, want Tim die kon hem makkelijk pakken daar met 2 handen. Maar die wou hem dus even tippen naar een ander toe. Wow. Hey, volgens mij moet die schotklok... Die blijft uit. Die is gereset, volgens mij. Zonder dat het... toch gereset hoeft te worden. Ja, ik weet niet of ons woord daar beneden aankomt. Maar in ieder geval... 5 seconden op de klok. Ja. Oké. Bam. Dat was interessant. Boem, bam. En een dikke shout-out naar alle vrijwilligers die de wedstrijd mede mogelijk maken. Zonder jullie is dit allemaal natuurlijk niet. Het is vandaag best wel moeilijk met alle maatregelen. Maar wacht maar als we weer volledig mogen, hè. Dan hebben we een goede kaartverkoop. Dan kan ik ook weer wat plaatjes draaien. Er is een fout gemaakt van Laurens Iperlaan. Hij stapte over de lijn een paar keer. Oké, dat heb ik niet gezien. Ik zat niet op zijn voetwerk te letten. Maar ik weet dat DJ Wixer daarvan houdt van
de energy van Laurens. Ja. Ja, nu toch weer die 14 seconden op die klok. Hey, mooi aangenomen. We beginnen weer aan de top. Even rust zou ik aangeven. Om het spelletje op te zetten. Ze kozen dus Tim voor de aanval. Heeft een rebound. 56, 55 op de klok. Ben je dat met me eens, Wixert? Wat ik daarnet zei. Van, ze gingen misschien te snel de aanval in. Nou ja, ja, zeker. Maar wat je net ook zei. Hè, over dat ik er heel erg van hou als iemand behoorlijk die energie geeft. In een game. Ja. Misschien niet de allergrootste is. Oh man. Wow. Wat gebeurde daar? Kijk, zo kom je aan heel veel rebounds. Yeah. En het begon toch weer met die goede actie van Kumelis. Ja. True, true. Ja, vaak leidt het een ook naar het ander. Hè? Dus het maakt niet uit als je mist. Tweede mist. Sta je goed gepositioneerd. Pak je de rebound weer. Juist. En dan maak je het af. Voordat we de pauze ingaan, hebben we nog 10 seconden op de klok. En we hebben er... Wat een goede defense, man. Oh, man. I love this game. Ja, Laurens is lekker bezig, hoor, vandaag. Nog mooie crossover. Woehoe. Fout wel gemaakt. You can hate him now, but he won't stop now. That's for real. You can hate me now. Nas. Hey, 2,8 seconden op de klok. Timeout. Wat gaan ze doen? Alley-oop? Ja, zo, ja, 2,8 zou het inderdaad... ja, of een snelle touch. Oh ja, ik ben benieuwd. Sorry man, ik moet even een dikke shout-out geven naar mijn dochter. Woe! Hè? Want die opdracht krijg ik dan ook nog van mijn vrouw, Charlene. Charlene Sodico, thank you. Mijn dochter heeft me waarschijnlijk al geappt van papa, ik kijk ook. Kleine maar, stress. Mijn kleine dochter is 8 jaar en die staat chillen bij mijn moeder, oftewel haar oma. Ja. En die zei tegen mij vanmiddag, ja papa, ik ga straks kijken. Papa, je moest wel opletten hè. Wat? Ja. I'm her daddy, man. Jongen, is aan het kijken, man, bro. Ja, yeah, I love her. Shout-out aan mijn dochtertje, man. Yeah. Shout-out. Zie je? Dat is ook leuk. Ik weet niet of mijn twee boys van 7 kijken, maar ga je huiswerk maken. Ze zijn morgen vrij, man. Ik weet niet. Huiswerk. Ga een boek lezen. You gotta educate yourself. Ik ben er niet, maar ik moet wel je best doen. En ruim mijn kamer op. Yeah, man. We're having fun here. Ja, Finn Rock, The Boom Down, DJ Wixart, a.k.a. Funky Arnie, The Hague Royals, Iris Leeuwarden. Let's have some fun met 2 seconden en 800ste. Ja, 31 tegen 15. Het is een mooie statement die we zover al hebben gemaakt. Ik vind het wel heel moeilijk soms om naar te kijken als teams niet in die ritme komen. Zodat je op de helft maar op 15 bent. Dan moet je zo'n inhaalrace straks tweede helft maken. Dan moet je echt misschien wel 70 à 80% scoren.